Welkom bij Vrijme nummer 10 alweer. Dat betekent dus ook alweer dat ik al 10 weken parttime werk. Gaat heel erg snel. Maar in ieder geval, dit is een serie die we elke vrijdagmiddag doen. Waarin we gaan kijken naar het laatste nieuws. Wat is er belangrijk? Wat is er interessant geweest in de afgelopen week? In deze video bekijken we 5 onderwerpen. Ten eerste de beurs de afgelopen week gevolgd door het record voor Bitcoin wat ook afgelopen week is geweest. Daarnaast gaan we kijken naar Tesla. Twee interessante dingen die we de komende tijd in de gaten moeten houden. En we kijken ook naar EV's, want daar is een nieuwsbericht. Elektrische voertuigen, dus worden steeds interessanter volgens de AMB. En tenslotte maak ik de winnaar bekend van het boek Blondjes beleggen beter. Genoeg weer te bespreken. Dus laten we snel beginnen. Welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl Laten we dan maar meteen gaan beginnen met het eerste onderwerp, en dat is de beurs de afgelopen week. Nou, kijken we hier naar een kaart van de hele wereld zonder Amerika, dan zien we vooral dat vooral China hier eigenlijk opvalt. China volop in het rood. Voor een gedeelte zal het ook te maken hebben met de betrouwbaarheid van de cijfers. Want kijken we naar het bedrijf Candy, dat is juist degene waar het de afgelopen week veel over ging. Een concurrent van NIO en eventueel dus ook Tesla, die in het nieuws kwam. Hindenburg Research had namelijk gesuggereerd uit eigen onderzoek dat zij uh, de cijfers, de verkoopaantallen, ja, hoger hadden laten doen voorkomen dan ze in werkelijkheid zijn, om juist interessanter te worden als aandeel voor beleggers. En dat had natuurlijk impact op Chinese aandelen, Chinese IV-aandelen, want de hele week hebben we eigenlijk gezien dat ook Nio en zo te maken hadden met ja, flink wat rode dagen, zeker in het begin van de dag, omdat er gewoon ja, heel veel onzekerheid is over de betrouwbaarheid van deze cijfers. Kijken we naar Hindenburg Research, dat is dus een bedrijf, een short seller, die gaat er dus, uh, heeft er voordeel bij wanneer de koers omlaag gaat. Dus ja, vandaar moet ook altijd kijken naar dit soort nieuwsberichten: van hoe betrouwbaar is het en welk onderzoek zit erachter. Nou, we kennen Hindenburg Research natuurlijk van Nicola een maand, anderhalve maand geleden. Toen zeiden zij verschillende claims dat Nicola eigenlijk de zaak aan het oplichten was. Nicola heeft dat voor een gedeelte toegegeven, maar we zien ook daar in dat geval de ex-CEO inmiddels Trevor Milton heeft in het begin gezegd: van we hebben deze badger ontworpen juist om Robinhood-beleggers naar ons toe te krijgen, juist om interesse te krijgen um, van beleggers omdat ze zien dat er heel veel geld richting deze markt gaat. Dus dat moeten we zeker in de gaten houden. En we zien uiteindelijk dat het ook heeft geleid in het geval van Nicola. Dat eigenlijk de badger er niet komt. Want de deal met GM die ze hadden. Waarop het aandeel zo hard steeg. Um, ja, die komt er niet. GM heeft gezegd van. Nee, um, kijk maar wat jullie doen. Mochten jullie ooit een partner zoeken. Dat wij die auto kunnen gaan maken. Nou, dan komen we weer onze kant op. Maar we willen geen. Ja, eigenlijk samenwerking meer aangaan, heel slecht dus voor dit aandeel, maar eigenlijk ook wel een beetje weer, uh, zet de, denk ik beleggers zijn er wel weer aan het denken van, wat voor bedrijven hebben we allemaal, hoe zijn deze gewaardeerd? En je zult dus vaak zien, Nio denk ik na Tesla, um, ja, echt een bedrijf met wel productieaantallen, dus dat is al een hele grote stap. Maar is dat niet overgewaardeerd? Kijken we dan specifiek naar Amerika, naar de S&P 500, dan zien we daar dat vooral de afgelopen week technologie het juist heel erg goed doet. Uh, dat heeft natuurlijk ook weer te maken, onder andere in ieder geval met het vaccin. We zien wel dat er een vaccin aan zit te komen, maar dat dat nog wel een tijdje duurt. Het is allemaal heel erg traag. Komt het op gang? In Nederland zeggen ze we dat we vanaf begin januari de eerste mensen zouden kunnen gaan inenten. Maar dat eigenlijk de niet-risicogroepen pas in augustus van 2021 aan de beurs zijn. Dus oftewel, het duurt nog wel waarschijnlijk zo ongeveer een jaar voordat inmiddels heel Nederland gevaccineerd is. Nou, dat heeft natuurlijk impact op hoe wij nog steeds de komende tijd ook nog werken. Doen. Daar profiteert natuurlijk technologie weer van, want waarschijnlijk zullen we dus nog langer thuiswerken, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Dus ik denk dat daarom de technologie het ja, beter heeft gedaan dan de andere sectoren in de beurs. Wat het ook goed heeft gedaan afgelopen week en eigenlijk al afgelopen tijd is Bitcoin, want Bitcoin heeft weer een nieuwe all-time high eventjes aangetikt en ook weer een klein beetje gedaald, maar we zijn inmiddels dus op een hoger punt geweest dan in 2017 en juist omdat Bitcoin alle cryptocurrencies wel een beetje weer helemaal hip zijn, heb ik afgelopen woensdag een interview gehad met Madelon Vos. Um, heel erg interessant. Het ging niet altijd helemaal goed met het geluid, maar de inhoud, die vond ik in ieder geval zelf helemaal top. Uh, denk zeer zeker een aanrader voor iedereen op dit kanaal, um, dat je het misschien wel een klein gedeelte misschien wel in bitcoin of andere cryptocurrencies wilt uh, zetten. Het is natuurlijk wel een heel erg groot risico, dus doe het met 1, 2, misschien maximaal 3% van je vermogen. De kansen zijn natuurlijk ook heel erg groot. Maar zelfs al zou je niet geïnteresseerd hierin zijn om zelf geld erin te leggen. Ik denk dat de techniek daarachter zeker ja, toepassing gaat vinden in heel veel plekken binnen onze wereld. Dus ook invloed gaat hebben uiteindelijk op beleggen. Dus alleen daarom, uh, Madelon legt ook uit van wat is. Welk probleem lost bitcoin op of blockchain? En wat kunnen we eraan hebben? Noem het maar maar op. Ik denk heel interessant. Een interview van bijna 50 minuten. Dus mocht je binnenkort bijvoorbeeld de kerstboom op gaan zetten, zet dit op de achtergrond op. En je leert er nog wat tijdens het opzetten ook. Het volgende punt gaat over Tesla. Want rondom EV aandelen gebeurt gewoon heel veel op dit moment. En zeker ook rondom Tesla. En daar wil ik eigenlijk twee punten uitlichten die, ook als je geen aandeelhouder van Tesla bent, toch wel interessant kunnen zijn. Als eerste, een nieuw koersdoel van Goldman Sachs. Voor Tesla-aandeel, ze hebben inmiddels bijgesteld. Voorheen hadden ze 445 dollar, dat is nu bijgesteld naar 780 dollar. En dat is dus een koersdoel voor het aandeel Tesla voor de komende 12 maanden. En ze hebben ook het advies voor het aandeel Tesla veranderd naar inmiddels een buy. Dat wil eigenlijk wel aangeven van we hebben meer vertrouwen gekregen in het aandeel. Een paar redenen daarvan zijn onder andere dat ze zien... Dat we sneller elektrische auto's gaan adopteren, dat we gewoon sneller de overstap gaan maken. En dat Tesla daar een groot marktaandeel al van heeft, maar waarschijnlijk in de toekomst ook wel gaat houden. En we zien ook dat eigenlijk bepaalde onderdelen van Tesla eigenlijk ondergewaardeerd worden of niet zo uitgelicht worden. Onder beleggers misschien wel. Uh, vooral het energiegedeelte, Tesla is niet alleen auto's, het is juist energie eromheen, accupakketten, noem het allemaal op. Denk ik tenminste voor de toekomst. Nou, Goldman Sachs denkt daar inmiddels dus hetzelfde over. Zij gaan zich steeds meer inlezen. Je ziet dat ook. Een jaar geleden hadden analisten nog een beetje moeite met het bedrijf Tesla omdat ze het als een autofabrikant zagen. Inmiddels zien ze het veel meer richting een technologiebedrijf of misschien wel meerdere sectoren. En krijg je dus ook steeds vaker dat analisten het aandeel verder omhoog gaan. Ja, waarderen eigenlijk omdat ze de andere onderdelen beter kunnen gaan waarderen. En het tweede punt rondom Tesla is de toevoeging aan de SP 500. In een van mijn vorige video's heb ik nog verteld dat de SP het eigenlijk ook niet wist. Uh, wat moeten we gaan doen, vroegen ze zich af. Moeten we het in één keer doen of in twee keer? En dan eventueel welke verhouding moeten we aanhouden? Nou, inmiddels is bekend geworden hoe ze Tesla gaan toevoegen aan de beurs. Uh, op maandag of voor maandag 21 december. En dat is dus in één keer. En dat zorgt dan eigenlijk wel voor een uniek moment. Want natuurlijk zijn er wel vaker bedrijven in één keer toegevoegd aan een beurs, aan de SP 500. Maar niet zo'n bedrijf zoals Tesla met zo'n grote beurswaarde. Want de beurswaarde van Tesla op dit moment is meer dan 560 miljard. En gaan we kijken, voegen ze Tesla dus toe met de huidige beurswaarde aan de SP. dan komt die binnen op nummer 7 van de 500 grootste bedrijven, dus van Amerika en dat is net onder Facebook op nummer 6, maar dan wel weer boven bedrijven zoals Visa, Walmart, JP Morgan, Mastercard, Disney en nog veel meer andere grote bekende namen. En dat gaat natuurlijk voor een effect zorgen op de beurs. De vraag is alleen welk effect is dat? Hoe groot is dat effect? De komende tijd zullen heel veel fondsen die de S&P 500 volgen, die zullen Tesla aandelen moeten gaan kopen. Als we op dit moment kijken, zien we dat vaak het volume van het aandeel Tesla onder het gemiddelde ligt. Dus ik weet niet er wordt nog niet zo heel veel gekocht, lijkt het in ieder geval. Dus het kan best wel zo zijn dat er nog heel veel gekocht moet gaan worden. En de laatste berichten is met deze huidige waardering dat er zo'n 80 miljard sowieso aan Tesla-aandelen gekocht moet gaan worden. Dus dat is best wel een groot gedeelte van de beurswaarde van Tesla. Zeker als je er rekening mee houdt dat een groot gedeelte van deze aandelen bij heel veel grote beleggers vastzitten... maar ook bij kleine beleggers zoals ik... die zeker niet van plan zijn te gaan verkopen. Dus ze moeten eigenlijk 80 miljard gaan kopen van aandelen... waarvan er een klein gedeelte uiteindelijk iemand bereid is om te gaan verkopen. Kan zeker effect hebben op de koers. Nou, dat gaan we dus de komende weken denk ik wel zien. Zeker tot en met 21 december, wanneer ze toegevoegd worden. Ja, heeft dat bepaalde effecten... maar ook zeker na die dag kan het heel veel effecten hebben. Vaak zie je dat met bedrijven dan als eenmaal de uh, beursnotering af... Toegevoegd is aan de index, dat het dan weer terugzakt naar het oude niveau. Ik weet niet of dat bij Tesla ook zo is, omdat het juist zo'n grote beurswaarde heeft. Uh, maar het gaat er zeker vanuit dat er zeker fluctuaties zullen plaatsvinden rond die datum. Zeker daarna, maar ook nog zeker daarvoor wel. Uh, best wel interessante tijden om dat te bekijken. En we wachten het wel even af wat de koers doet. Zelf ben ik in ieder geval niet van plan om te verkopen, om winst te gaan nemen. Maar aan de andere kant ben ik ook niet per se van plan om te gaan kopen. Um, ik blijf gewoon even aan de zijlijn staan, kijken wat er gebeurt. Uh, misschien doe ik wel helemaal niks, maar ja, kan ik toch een beetje leren... ...van wat er op dit moment, best wel uniek moment... ...dat er zo'n groot bedrijf in een bepaalde index komt... ...wat dat voor effecten heeft... En voordat we verder gaan met het volgende onderwerp wil ik je vragen... vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Ik maak elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën... investeren en beleggen en passief inkomen. Dus mocht je daar meer van willen zien, klik dan hieronder op abonneren. Klik eventueel op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen... als er een nieuwe video online staat. En dan gaan we nu door met het volgende onderwerp. En dat gaat ook over elektrische auto's, maar dan een nieuwsbericht vanuit de ANWB. Want zij hebben gezien dat het eigenlijk steeds interessanter wordt... Om een elektrische auto te kopen. Um, we zien dat eigenlijk de kosten van een elektrische auto namelijk bijna gelijk zijn aan die een van een verbrandingsmotor. Natuurlijk is de aanschaf van een elektrische auto nog duurder. Het zijn gewoon duurdere auto's. Maar vervolgens het onderhoud en de andere kosten zijn lager. Dus dat zorgt ervoor dat zeker op een langere termijn, met 15.000 kilometer, je uiteindelijk op een beetje dezelfde prijs per kilometer uitkomt. Wat ze wel nog zien. Is dat eigenlijk elektrische auto's alleen nog in een hoger segment zijn? De duurdere auto's en nog niet de goedkopere auto's. Dat heeft natuurlijk, ja, dat is logisch zou je zeggen, het is een nieuwe technologie. Dat is vaak duur in het begin en naarmate er meer auto's komen, ontwikkelt die technologie zich, kunnen de kosten omlaag en zullen ook automatisch goedkopere auto's volgen. Dat zien we dus ook al, wat ik al vaker heb gezegd bij Tesla. Zij verwachten dat ze uh, accupakketten de komende drie jaar de kosten daarvan kunnen halveren. Nou. Accupakketten zijn vaak een van de duurste, zo niet duurste onderdeel van een elektrische auto. Dus als dat al in prijs kan halveren, zullen automatisch um, kleinere auto's interessanter worden qua prijs. Ook de technologie daarachter gaat verbeterd worden. Dus je kunt met kleinere accupakketten een grotere afstand afleggen. Dus al die dingen samen ziet er gewoon naar uit: als het nu al interessanter is, dat het zeker over de komende jaren. Dat omslagpunt alleen maar groter wordt en dus eigenlijk alle auto's wel interessanter zullen worden. En dan komen we bij het laatste onderwerp van deze video, en dat is de winnaar van het boek. Een paar weken geleden heb ik een video gemaakt over cadeautips. Ik zal hem hier ergens of in de andere hoek ergens plaatsen. Uh, dat was voor Sinterklaas, maar zeker ook voor Kerst. Leuke tips die je kunt doen om geld uiteindelijk meer te gaan verdienen of misschien wel te besparen. En ik heb daar ook gezegd van de leukste reactie onder die video, of de meest originele reactie. Die krijgt het boek van Janneke Willemsen, gesigneerd ook door Janneke Willemsen, Blondjes Beleggen Beter. En inmiddels heb ik een keuze gemaakt en ik weet dus wie de winnaar, of in dit geval winnaars zijn. Dat zijn Peter en Teerza in ieder geval. Gefeliciteerd met dit boek, het zal zo snel mogelijk jullie kant op komen. Um, ik had gezegd van, een van de reacties onder die video kies ik uit, dus ik ging al kijken van wie ja, hier is een leuke reactie, wie heeft daar het meeste aan? Ik merkte dat sommige leuke reacties het boek zelf al hadden. Dus dan is het niet zo interessant, lijkt mij, om het boek op te sturen. Dus ik heb gekeken naar andere reacties, maar toen kwam ik er al vrij snel achter. Heb ik ook in de livestream verteld dat als iemand reageert onder YouTube... ik eigenlijk heel moeilijk contact kan opzoeken met die mensen. Um, dat is dus iets wat ik in de toekomst beter ga doen. Bijvoorbeeld door op Instagram juist deze boeken of dat soort dingen te verloten. Mijn Instagram is trouwens deze, mocht je me alvast wil vo willen volgen. Um, en tijdens die livestream vertelde ik dat dus. En Peter of Terza, of allebei hebben me in ieder geval een mailtje gestuurd. En juist omdat het daardoor makkelijker is om contact met jullie te zoeken. Juist ook omdat je dus blijkbaar heel veel van mijn content bekijken. En omdat je net die extra stap hebt genomen, vond ik het wel leuk om jullie uit te kiezen. Um, dus ik zal nog contact met jullie opnemen per e-mail. Dan komt het zo snel mogelijk jullie kant op. En voor de toekomst ga ik het dus waarschijnlijk via Instagram doen. Omdat ik dan wel meteen een manier heb. Om ook iemand te kiezen en een berichtje te sturen. Dus, zoals gezegd, volg me vooral op Instagram. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke video's jullie interessant vinden. Maar het helpt ook dat deze video aan meer mensen wordt aangeraden. En wil je nog zelf meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën. Investeren en beleggen of passief inkomen, klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou bij de volgende video te zien. Wil ik de video nog afsluiten met een fijn weekend en tot de volgende keer.